Geothermie is een ander woord voor aardwarmte. De aarde bestaat uit verschillende lagen en helemaal in het midden een kern. Die kern is ongelooflijk heet, tussen de 4000 en de 6000 graden. Die hitte gaat door de verschillende lagen heen, geleidelijk naar het aardoppervlak, tot bij ons. Dus hoe dieper je in de aarde graaft, hoe dichter je bij de hete kern komt en hoe warmer het wordt. In de buitenste laag van de aarde, de aardkorst, stijgt de temperatuur met 2 à 3 graden per 100 meter diepte. Dus elke kilometer die je dieper gaat, is het ongeveer 30 graden warmer. Dat de aarde van binnen warm is, heeft slimme ingenieurs op hele goede ideeën gebracht. Bijvoorbeeld om geothermie te gebruiken om huizen te verwarmen. Hoe? Door in de grond te boren. Niet tot bij de kern, enkele honderden meters is al genoeg. Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de aardwarmte. Soms wordt er via een leiding water in de grond gepompt, dat wordt opgewarmd door de aardwarmte en terug naar boven gepompt. Op andere plaatsen zit er al verwarmd water in de diepere lagen en dat kan ook opnieuw naar boven gehaald worden. Zo, nu snap je geothermie.